Ja, we hebben het volste vertrouwen erin als college dat uh, het kan, uh, met behoud van uh, de kelder en nog meer dan dat, uh, stukken uh, beton die op die kelder uh, staan. Uh, dus wat dat betreft kunnen we uh, alweer spreken over uh, een stukje vernieuwbouw van het theater en niet meer een heel nieuw theater. Nee, nee het, is, uh, eigenlijk het, zit een het schuurt een beetje tegen renovatie aan. Nou ja, renovatie, dan behoud je alles, inclusief het dak. En uh, ja, die, dat moet er toch echt af. Dus ik zou meer spreken over uh, vernieuwbouw, waarbij je uh, uh, heel veel uit de ondergrond. En daar zat toch echt het grootste risico in, in de kelder, dat je dat behoudt en op basis uh, van de kelderconstructie uh, weer uh, de zaak gaat opbouwen. Nou, waren er in het verleden allerlei plannen met dit theater, en die bleek toen ineens veel te duur te zijn. Waarom uh, uh, gaat wat u nou heeft opgeschreven niet meer kosten? Omdat wij een bedrag waarschijnlijk. Wij zetten een bedrag in de markt. Namelijk. Uh, dit is het bedrag: uh, 55 miljoen prijsspel. Uh, 18 om het zo maar te zeggen. En hoeveel theater krijg ik daarvoor? En. Uh, daar kunnen wij een prachtige grote zaal en een goede uh, tweede zaal uh, in plaatsen. En heel veel risico's zijn uh, geëlimineerd, zijn weg. Namelijk de kelder uh, en het bestemmingsplan. Want het blijft binnen het bestemmingsplan. En dan gaat het er alleen nog maar om. Hoe mooie gevel uh, en hoe dure gevel wil ik hebben of niet? Of hoe mooi moeten de stoelen zijn of niet? Nou, en dat is dan aan de markt. En op een gegeven moment natuurlijk aan de raad. Om als je nog uh, heel veel extra's wil, of je daar nog meer geld voor over hebt. Maar wij als college zeggen. Dit is het bedrag en hoeveel theater krijg ik daarvoor terug. Maar dan kan het zijn dat het niet zulke hele mooie stoelen en niet zo'n hele spectaculaire gevel worden, want dat er dat dan niet in zit. Ik denk dat elke stoel, want elke, elke bioscoopstoel, die zit heerlijk. Dus ook de theaterstoel zit heerlijk. Maar we hoeven ook geen goudgerande uh, gevels te hebben. We moeten een mooie, fatsoenlijke gevel hebben op deze plek met uitzicht op de parade. Ja. Uh, nou, u denkt dat het kan, maar nu moet het allemaal nog op papier gezet hè? Ja, want dit is de foto waar ik nu sta ter voorbereiding. We hebben natuurlijk over een paar weken verkiezingen. Dus uh, we, ik vind ook dat de huidige Raad deze informatie moet hebben en ook het nieuwe college voor de onderhandelingen. Zodat uh, in juli uh, er een prachtig raadvoorstel uh, ligt met een kredietaanvraag. En dat we echt toch in 2023, als het termijn ligt, een nieuw theater kunnen hebben. Maar ja, het ligt dan misschien niet meer aan u, maar aan een nieuwe wethouder en een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad. Dat kan natuurlijk ook nog roet in het eten gooien. Nou, ik heb het volst vertrouwen dat we hele goede kandidaten hebben eh, die nu op al die lijsten staan. En dat de kiezer een goede keuze doet, zodat we een fijn college eh, gaan krijgen. En of ik er nou wel of geen deel van uitmaak, er zal altijd een enthousiast college komen die graag een theater wil. Ja, maar ja, u weet, dat wil ze hier al heel lang. En al heel lang lukte het maar niet. Waarom zou het dit keer wel lukken, zullen veel bossenaren denken. Twee benen op de grond, dit is het budget en vervolgens vragen en hoeveel theater krijg ik daarvoor en niet omdraaien. Ja. Eindelijk twee benen op de grond. Eindelijk.